Wat zo mooi is aan de actie Samen voor de Voedselbank, na 5 jaar is dat er inmiddels veel meer binnenkomt dan alleen levensmiddelen en digitale voedselpakketten. Want Frits, wat hebben jullie in Zwolle binnengekregen? Wij hebben in Zwolle heel veel binnengekregen, onder andere kerstkaarten die gemaakt zijn door leerlingen van de Thorbecke scholengemeenschap. Die hebben allemaal kerstkaarten geschreven voor de klanten van de voedselbank. 300 pakketten gaan er wekelijks uit en die mensen krijgen allemaal een handgeschreven kaartje. Yes. Heel veel sterkte, Ja. Fijne kerstdagen. Ja. Ja. En weet je, scholieren komen ook bij ons de voedselbank kijken. En wij gaan ook naar scholen toe om te vertellen wat daar allemaal gebeurt. Oké, deze zit dicht. Ja, verschillende zitten dicht, andere zijn weer open. Kijk wat hierop staat. Ja. Ach, beste mevrouw en meneer. Ik wens u een hele prettige kerst en een leuk en fijn nieuwjaar. Met vriendelijke groeten. Een leerling van Thorbecke die heeft geholpen met de kerstactie. Nou, is toch prachtig? Ja. Is hartverwarmend. Ja, geweldig. Zo is het. Wat heb je daar staan? Nou, dit is van het Thomas A. Kempis College. Daar hebben leerlingen van de onderbouw pakketten gemaakt voor kinderen. Oké. Okay. Wij maken de voedselpakketten voor de volwassenen. De kinderen eten weliswaar mee. Maar dit zijn speciale pakketten voor de kinderen. Je hebt geen idee wat erin zit. Ik weet het niet. Nee, en openmaken lukt ook niet, zie ik al. Nee. Ze hebben het mooi ingepakt, wel keurig netjes opgeschreven. 9 jaar, jongen of meisje. Ah, is toch prachtig. En dit is voor een jongen van 11 jaar. En dit is voor een meisje van 4 jaar. 4. Ben je blij? Okay. Ja, geweldig. Ik zou je vertellen, we hebben ruim 200 van deze pakketten gekregen. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Oh, deze. Okay, vrolijk kerstfeest achterzittend. Ah, dit is toch mooi. Mooi, hè? Cadeautjes erin. Ja. Dus wij hebben... De snobberschap in Zwolle. Ja. Jij bent tevreden over de Zwollenaar. Zeer tevreden. Ja? Zeer tevreden. Ja, dat is toch geweldig. Mensen zo meedoen. Hè? En dat ze de hand reiken naar iemand die wat in de problemen zit. Dat vind ik fantastisch. Ik ben het met je eens. Ja. Top.